je man, Wolga. Ga je lekker? Goed zo, man. Rob, luister nou, zoals je weet. En zoals je ook wel kunt zien. Kom ik regelmatig op de sportschool dan. Ja, ik weet dat je op dat hebt de sportschool om een sixpack op je buik te kweken. En muscles. Gewoon, ik weet het, om de chickies, zoals jij ze noemt, de vrouwtjes te imponeren. En je bent goed bezig, gozer, wat dat betreft. Ai. En wat ik bijzonder vind op vele sportscholen, zijn die mensen die hun mobieltjes meenemen toch naar de sportschool. Ai man. En of ze nou op de loopband lopen, op de fiets of die apparaten bezet houden, hele gesprekken hoor je man. Maar soms wel een uur lang, als het niet langer is. Het is debiel hoeveel dingen mensen doen op de mobiel. Ze zijn gewoon verslaafd. Ze zijn mobielofiel. En de mobiel, dat is eigenlijk een nieuwe Satan. Het is verslavend, het is slecht voor je en het leidt alleen maar tot ellende. En het zal uiteindelijk leiden tot ondergang voor onze maatschappij. En van alles hoor je voorbij komen. Hè? Je hoort echtscheidingen, je hoort huwelijksaanzoeken, je hoort kookrecepten, wat mensen de hele week gaan eten, van alles man. En sommigen gaan zelfs videocallen ook, hè? Dan lopen ze op die loopbaan. Dan gaan ze videocallen, man. Een hele uur lang. Hè? En als ik het tempo zie waarop ze lopen, dan denk ik, heeft dit wel nut eigenlijk, hè? Maar ja, goed, aan de andere kant, je weet het niet, hè. Misschien trainen ze hun lipspieren toch. Kan ook nog. Die gesprekken die jij afluistert, bewijzen twee dingen. Eén, dat de mensen helemaal niks meer geven voor hun privacy. Ze gooien alle privégegevens maar in het openbaar loos naar te schreeuwen. Dat iedereen alles van ze kan weten, terwijl wat ze helemaal niet willen weten. En twee, de mens is slecht. De mens wordt het kwade gedreigd. En later, als hij gestorven is, zal hij boete moeten doen en branden in de hel. Ai, maar stel je voor, hè, Rob, ik zou jou bellen. Hè? Ik loop op die loopbaan en ik ga jou bellen. Ik denk dat je 112 zou bellen, man. Hè? Tamboe! Tamboe! Ja, ik zie die ambulance al aankomen rijden, man. Ai, mensen, maar misschien is het een idee om die mobieltjes weg te stoppen. Ik denk dat het goed is voor je geest. Eventjes rustig van je mobiel. En misschien ook wel goed voor je spieren. Oké, okay, Mimati, dit was het. Tamboe! Ja, ik wil het graag afsluiten en zeggen dat bewijs maar één ding. Je kunt beter niet naar de sportschool gaan. Dat is namelijk ongezond. Je kan een hartaanval krijgen, je kan vallen. Je kunt beter rustig thuis blijven zitten en een boek gaan lezen. Je mobiel wegleggen en gewoon een fijn boek gaan lezen. Een boek van bijvoorbeeld Anton Constance of Karel van het Reven. Of Karel Marx. Een van die grote filosofen die onze beschaving heeft voortgebracht. En die jij met je mobiel in de sportschool moet lezen. Om toch een beetje wat verstand in je hersen te peuren. En het is maar dat je dat weet.